Kijk, ik zit hier lekker in een bos, in Soest. En de natuur in maart, bijna voorjaar, die inspireerde me tot twee lessen. En die twee lessen zijn heel erg goed toepasbaar in het bedrijfsleven. En de eerste les is dat er gebeurt van alles zonder dat je meteen doorhebt dat er iets gebeurt. Want als je nu om je heen kijkt, nou, het lijkt allemaal een dode boel, hè? Weet je, ja. En als we hier over twee maanden zijn, een en al activiteit, bruisend van leven, groen, dan is er weer echt heel veel leven in het bos. En zo werkt het eigenlijk ook in je bedrijf. Er gebeurt van alles zonder dat jij daar actief mee bezig bent, zonder dat je daar controle op uitoefent, zonder dat het op lijstjes staat. En daar mag je gewoon aan overgeven, daar mag je eigenlijk ook van genieten en ook gebruik van maken. Zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat een aantal klanten van mij, die zeiden van ja, ik sta al 6 jaar op je mailinglist. Ja, ik weet dat niet, dat die dan allemaal overwegen om klant te worden. En nu zeiden ze, vonden we het moment om klant te worden. Of ik sprak met een collega ondernemer uit Madrid, die zei van ik ben bezig met een project in Parijs, bij een universiteit. En ik denk dat het goed is dat jij daarbij betrokken wordt. Maar het is nu nog niet zover. Dus die had me dat, nou ja, dit kwam toevallig ter sprake, maar als hij me dat niet had laten weten, wist ik hier niks van. Ik had nog nooit gehoord dat hij bezig was met een project in Parijs. En toch gebeurde er dus iets. Toch worden de activiteiten ontplooit ergens ter wereld in dit geval, in Parijs. Die over mij gaan, waar ik bij betrokken ben, waar ik nog helemaal niks van weet. Dus de les is, geef je ook over en sta toe dat er allerlei dingen gebeuren zonder dat jij er controle op hebt. En die wel resultaat voor je kunnen opleveren. En de tweede les, die heeft daarmee te maken, want die gaat over dat alles een eigen ritme heeft. En het is belangrijk om dat ritme te volgen. En niet vanuit een soort ratio een ritme op te leggen aan de wereld. En dan heb ik het over je bedrijf. Je bedrijf heeft een ritme. En je klant, de bedrijven waar jouw klanten zeg maar, kunnen bedrijven zijn, particulieren, die hebben een ritme. Bepaalde projecten die je oppakt hebben een ritme. Je collega's hebben een ritme. En het is altijd boeiend om te kijken van hey, hoe hangt dat ritme nou met elkaar samen? En hoe kunnen we in zo'n ritme, welk tempo vraagt eigenlijk wat we doen, zodat het op de meest makkelijke manier, moeiteloze manier vorm kan krijgen. Ik zeg altijd, weet je, als gras uit de grond komt, kan je eraan gaan trekken, maar dan gaat het niet harder van groeien. En zo is het eigenlijk ook met bepaalde dingen in het bedrijfsleven. Bepaalde projecten, daar kan je heel hard aan gaan trekken, maar je kan ook gewoon 2 maanden wachten en dan gaat het vanzelf makkelijker. Of een bepaalde productlancering, of een bepaalde samenwerking. Dus het is heel goed om je af te stemmen op dat ritme. En dat doe je niet door je ratio, door na te denken, door planningen te maken. Maar dat doe je door een soort van intuïtief te verbinden met je product, met je klant, met je samenwerkingspartner. En dan te ontdekken van, hey, wat is hier het ritme? Het is een soort inademing, uitademing. Wanneer vraagt het meer activiteit en wanneer juist minder? Wanneer vraagt iets meer naar buiten gericht zijn en wanneer juist wat meer naar binnen gericht? Wanneer vraagt iets wachten en wanneer vraagt het juist actie? Nou, als je dat toepast in je bedrijf, dan denk ik dat je wat makkelijker succes kunt bereiken. En daar heb ik nog wel een tip voor. Want er wordt wel vaker gezegd, hè, als je naar de natuur kijkt, het ritme van de seizoenen. En dan moet je in de winter naar binnen keren. En dan in de lente gaat alles weer bloeien of gaat alles weer op gang komen. En in de zomer bloeit het allemaal. Maar ga er echt vanuit, wat is nou jouw eigen ritme? En wat is nou echt het ritme van jouw bedrijf of van jouw product of van een bepaalde workshop die je in de markt wil zetten? En laat dan dus alle ritmes die ons opgelegd zijn, dus, en dat is ook eigenlijk de seizoen, hè, die zijn natuurlijk wel een beetje gebaseerd op de natuur. Maar ja, wie zegt niet dat, ik had bijvoorbeeld een klant die zei van ja, in de zomer vind ik het juist lekker om wat meer naar binnen te keren, met mijn gezin bezig te zijn. En in de winter, dan kan ik juist lekker naar buiten gaan. Dus ja, wat is jouw ritme? En de maanden bijvoorbeeld, ja, het heet wel maand, maar die zijn helemaal niet gebaseerd op de maan. Want er zijn namelijk, er zijn 13 maanden in een jaar. De dag, ja, die telt al 24 uur, maar ja, misschien heb jij een ander ritme. Dus we hebben allerlei ritmes in ons leven ingesteld die niet heel meer natuurlijk zijn. Dus ik wil je echt vragen om dan ook echt het natuurlijke ritme op te zoeken. En jouw natuurlijke ritme. Dus ik ben benieuwd wat dat je oplevert.